Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat er nog behoorlijk veel bewolking over het land ligt. En met name in Zeeland is de bewolking dik genoeg dat er zelfs nog een beetje sneeuw valt. En ook in het noordoosten is een enkel vlokje niet uitgesloten. Vanochtend ligt de temperatuur op veel plaatsen nog onder het vriespunt. In de middag wordt het uiteindelijk min 1 in Groningen tot plus 2 langs de kust. Vanuit de tijd gaat dan ook de zon schijnen, het wordt droog en er waait een zwakke wind uit noordoostelijke regio's. Richting. Vanavond komen er steeds meer opklaringen en dan gaat het overal weer licht, lokaal matig vriezen. En dat geldt ook voor komende nacht. Lokaal gaat het dan zelfs streng vriezen, min 10. Morgenochtend is het dan nog steeds koud met lokale mistbank. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het min 2 tot plus 2 graden bij een nog altijd zwakke wind. Ook op vrijdag hebben we in eerste instantie nog wat zon, maar aan het einde van de dag raakt de bewolking en volgt een neerslag vanuit het westen. En dat is de opmaat naar een tamelijk wisselvallig weekeinde met soms wat winterse neerslag, maar verder rest ook wat hogere temperaturen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl